We zijn hier in de kinderkamer. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog een heel ander verhaal. Charlotte was heel erg begaan met de gevangenen van Kamp Vught. Dagelijks kwamen hier vrouwen en meisjes uit het dorp om voedselpakketten samen te stellen. Honderden boterhammen werden gesmeerd en producten ingepakt. Uit alle hoeken van het land kwamen er dozen met spullen aan. Bijvoorbeeld 288 tubes Prodentanpasta. Dit weten wij aan de hand van brieven die mee zijn gestuurd.